Ja, voordat ik onze nieuwe kandidaat aan u ga voorstellen, nog even dit. Op www.10.tv kunt u behalve dit spel spelen ook meedoen met de kijkersvraag. En bij een goed antwoord wint u misschien wel een mp3-speler. En u kunt ook bellen op hetzelfde nummer 09090056 als u wel eens een keer mee wilt doen hier in de studio. Je weet maar nooit, kom je op de stoel, net als Arjen Veraard. Ja. Jij bent een van die drie mannen die het hem zo moeilijk maakten. Ja. Ja. Nou, het was wel spannend. Het was heel spannend. Hij heeft het goed gedaan, hè? Hij heeft hartstikke goed gedaan. Ja, vind ik ook. Ja. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Nou, ik ben dus Arjen Veraard. Ik ben 41. Ik woon in Roosendaal. Ik ben supply chain manager bij een groot olieconcern. Veel reizen, veel werken. Dus aan dat reizen plak ik ook al wat leuke dagjes eromheen, zeg maar. Dus met andere culturen in aanraking komen, vind ik hartstikke leuk. Lezen, verdiepen in de landen waar je bent. Gewoon van alles een beetje. Oké. Okay. Verliefd, verloofd, getrouwd? Ik woon samen met Josephine. Ja. We hebben geen kinderen, wel twee honden. Wel twee honden? Ja. Zullen we het maar gaan spelen? Laat maar komen. Wil ze graag eens een keer wat weggeven, weet je wel? Ik wil het graag krijgen, maar ik wel wat voor doen. Okay. Nee, je moet er wel wat voor doen. Oké, okay, nou, alle honden tegenspelers, wel fijn dat ze weer mee mag doen, hè? Ja. Succes, Arjen. Arjen, we gaan naar je eerste categorie en dat is... Algemeen. Weer met een makkelijke vraag. Een makkelijke vraag. Waar is een croupier doorgaans werkzaam? A. In de manege. B. In het casino. Of C. Bij de rechtbank. Arjen, antwoord B. Casino. In het casino zeg jij antwoord B. En we gaan meteen kijken of het goed is. Ja, is goed. Uiteraard. Hij haakt die fiches weg. Hé, mevrouw heeft het fout. €500 heb je in kluis, dus je kunt vanaf nu escapes kopen. Ja? Ja. En we gaan naar de categorie voor vraag 2. Dat is de categorie televisie. Zullen we de spanning een klein beetje op gaan voeren? Moeilijke vraag. Moeilijke vraag. Moeilijk. Je hoorde de tune van de X-Files. Welke slogan in All is onlosmakelijk verbonden met de X-Files? Is dat A, the truth is out there? Is dat B, they're here to save the world? Of is het C, in space, no one can hear your scream? Antwoord A, the truth is out there. The truth is out there. Dat is jouw antwoord. Antwoord A. Is dit goed? Ja, dat is goed hoor. Wist u dit? Hey Arjen. Heel goed, het werkt wel een moeilijke vraag. 14.645 heb je met deze vraag, maar niet 15.145 heb je in totaal in je kluis. Winnaar thuis. U heeft €5.000 gewonnen. Van harte gefeliciteerd. En u kunt meteen doorgaan met bellen, zegt tegen de andere mensen, want ik heb nog een keer €5.000 weg te geven. 09090345. De categorie voor vraag 3 is Engelse taal. Wil je makkelijk of moeilijk? Een moeilijke. Een moeilijke. Welke van deze Nederlandse woorden bestaat niet in het Engels? A. Lady shave. B. Ladylike. Of C. Lady killer. Antwoord A. Lady shave. Lady shave, zeg jij. Dat bestaat niet in het Engels. Is dat inderdaad waar? Dat klopt. Hebben we helemaal zelf verzonnen. Zelf bedacht. Oh, Arjen.
we toch eens. Er 23 heb je de weg gespeeld. Je bent al over de helft. 16.422. Met deze vraag, je zit op een totaal van 31.567 euro. Mooi. Ja, gaat lekker, hè? Je bent al over de helft. Pas drie vragen gehad. Ja, maar het gaat om de laatste. Ja, ik weet het. Nou ja, jij hebt het hem ook moeilijk gemaakt, dus ze gaan het jou ook moeilijk maken misschien, hè? Fair enough. Zo is dat. We gaan naar de categorie van vraag 14, menselijk lichaam. Wist je dat als je je hersenen zou uitvouwen, deze zo groot zouden zijn als een kussensloop? De hersenen. Het is de zetel van onze gedachten en van ons bewustzijn. Het is het centrum van een informatieverzamelingssysteem van wat we bijvoorbeeld zien, horen en voelen. Deze zachte, waterige massa weegt ongeveer 1,5 kilo en bevat miljarden zenuwcellen. Dit bloedvatenstelsel voert brandstof aan in de vorm van zuurstof en suiker. Elke minuut stroomt er 0,5 liter bloed door de hersenen. Deze onderste regionen zorgen ervoor dat ons hart klopt en dat onze longen ademen. Onze kleine hersenen houden ons in evenwicht. In deze verschillende lagen worden onze emoties, herinneringen, verlangens en gedachten gevormd. Door de zenuwcellen in de hersenschors kunnen we beslissingen nemen, meningen formuleren en begrijpen wat we zien. De hersenen zijn zo complex, wetenschappers vragen zich nog steeds af hoe ze nou precies functioneren. Altijd interessant om te zien. Heel interessant. Maar ja, maar een moeilijke vraag. Een moeilijke? Ja. Wat is de Latijnse benaming voor het gedeelte van de hersenen dat ons lichaam in evenwicht houdt? A. Medulla spinalis. B. Cerebellum. Of is dat C. Sternum? Ik twijfel tussen B en C. Dan zet ik een eerste escape in. Je eerste escape, Arjen, 25%. Dus nog een koopje. Je houdt over 23.675 euro. Nou, je mag het zeggen. B of C, hè? Zeg jij? Twijfel je tussen? Ja, B of C. B. Antwoord B, zeg jij. Wat was het goede antwoord op deze vraag? Het bloemkoolvormige cerebellum houdt ons in evenwicht. Het was goed geweest. A was het ruggenmerg en C borstbeen. Ja. Bij twijfel, hè? Nou, 18 heb je ermee weggespeeld. Je krijgt geen euro's van mij, maar we gaan met 29 tegenspelers door naar de volgende categorie. En dat is Olympische Spelen. Volg je die vaak, als ze er zijn? Als ze er zijn, wel. Ja, ja hoor, leuk, leuk om te zien. Wat wil je? Een moeilijke vraag. Een moeilijke. Welke van onderstaande sporten is in 2012 geen Olympische sport meer? A. Hockey. B. Handbal. Of C. Honkbal. Nou, hockey is het. Mijn zin blijft dat. Sorry. Ik denk dat het honkbal is, antwoord C. Antwoord C, zeg jij. Is het een lichte gok of? Een beredeneerde gok. Beredeneerde gok. We gaan controleren of die goed beredeneerd is. En je hebt het helemaal goed bedacht. Het gaat eruit. En wat hebben jouw tegenspelers gedaan? Heb je de weg gespeeld? 25.860 euro verdiend. 49.535 heb je nu in je kluis. En nog maar 14 tegenspelers. Goed. Nog maar 14 en pas toe aan vraag 6. Is goed. De categorie is dierenrijk. Ik denk bij heide aan schapen, maar je kunt natuurlijk ook aan adders denken. Het grootste aaneengesloten heidegebied van Noordwest-Europa ligt in ons eigen Drenthe. Dit unieke gebied, het Wingerderveld, wordt door natuurmonumenten onderhouden met onder andere Drentse heideschapen. Zij eten het gras en de jonge bomen en zo blijft de heide behouden.
Dankzij deze grazers groeien er nu weer bijzondere plantensoorten als dopheide. Deze planten trekken onder andere weer veel soorten vlinders aan. En ook voor reptielen als de adder en amfibieën is deze vochtige, voedselarme heide erg belangrijk. Jo. Een makkelijke vraag. Een makkelijke? Ja. Wat is geen schapenras? Texelaar? Een Flevolander? Of een Haflinger? Ik vroeg hem een makkelijke vraag. Een Texelaar is wel een schaap volgens mij. Ze hebben een 2D escape in het. Geen idee? Ja. Ik denk C, maar dat weet ik niet zeker. We gaan het doen met escape. 50% gaat vanaf. €24.767. En je gaat voor antwoord? C. 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 Oké. Okay. We gaan kijken of dat goed was geweest. Het was goed geweest, het is een ponyras. Ja, dacht je dat al? Niet? Nee, maar nu komt het weer naar binnen toe. Ja. Dat is altijd te laat. Ah ja, nou ja. Voorlopig zit je er nog, moet je maar denken. Hè? Ja hoor. En wie weet heb je er wel heel veel weggespeeld, Arjen. Dat zeg ik, weer de helft, 7 van de 14 heb je weggespeeld. Je zit onder de 10 nu, 7 tegenspelers, €7.142 waard per persoon. Je hebt nog je verdubbelaar, hè? Ja. En nog 1 escape, vergeet hem niet in te zetten. En we gaan naar de volgende categorie. Buitenlandse literatuur. Wat wil je hebben, makkelijk of moeilijk? Een makkelijke. Een makkelijke. Hoe heet de Duitse schrijver van de bestseller Das Parfum? A. Günter Grass. B. Patrick Süskind. Of was het Thomas Mann? Dat is antwoord B. Patrick Süskind. Antwoord B, zeg jij. Is dit goed, Arjen? Ja, het is goed hoor. Kijk of zij dat wisten. En dat zijn er weer 2. Ja. Van de 7, €14.284 heb je met deze vraag. Je zit op een totaal van €39.051. Dat is fijn.